Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En heel veel kijkplezier. En abonneer even op ons YouTube kanaal, want dan mis je nooit een video als die online zet. En druk even op het belletje en het blauwe duimpje. Like even, want dat is helemaal gratis. Dus ja goed, we zijn een uurtje zijn we wakker. Zoals je ziet is het nog donker, maar er komt er de regen. Daar ging Linda. Goedemorgen Linda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus ik heb me al heerlijk aangekleed. We hebben heerlijk ontbeten, heerlijk koffie gedronken en dat soort dingen allemaal. Linda was hier op het ruimen, Daan is aan gamen. Dus met een vriendje online. We hebben het nieuwe koffiezetapparaat gebruikt, dus ja goed. Na één keer is het alweer gelijk al bruin, dus maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus ja goed, in ieder geval, we zijn helemaal klaar. Ik heb al een was heb ik al aangezet. Is het gelijk wat donker. Zo, hebben jullie beter zicht op mij. Ik sta even op Daan's kamer, dus dat heb ik gedaan. Ook al aangezet voor ik de vlog ging openen. En ja goed, ik heb even hier ook een vlog opgezet. En even de raam even open. Dan kan ik het even een beetje doorluchten. Want wat wou ik nou gaan doen? Tada! Zoals jullie zien is de was. Zo, ik ga heel even nog aan de was afhalen, want ja, anders kan ik niks ophangen, want het is behoorlijk vol. En dan gaan we beginnen, dus we gaan er een mooie dag van maken. De zus van Linda die komt in de loop van de ochtend komt ze hierheen. In verband met de feestdagen gaan ze een maaltijd voorbereiden. En ja goed, die wil dus niet in beeld. En ik ga vanmiddag met Daan ga ik ook even weg. En dan horen jullie straks wel waar we naartoe gaan. Dus in ieder geval, ik ga even aan de slag. Heb ik dat in ieder geval al gehad. En dan zijn we daar in ieder geval ook weer bijna klaar mee. Dus in ieder geval, toi 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 en we spreken ons later. Kijk eens, tada, de hele was is weggewerkt. Dus ik heb ook gelijk de donkerbonte was even opgehangen. Dus ik heb heel wat weggestreken. Dat is dan wel hartstikke mooi. Oh, Linda komt naar boven. Ja. Hallo. Hallo. Dus, ja goed. Maar die even niet in beeld. Nee. Dus, ja goed, in ieder geval, dat hebben we helemaal klaar. En allemaal dik in orde. En Daan is nog steeds beneden lekker aan het gamen. Maar nou zo aan gamen. En dan is het wel weer hartstikke mooi. Nee. Ja, dus in ieder geval, dat is weer helemaal klaar. En dan... Picobello in orde. En dan ben ik beneden. En de zus van Linda is ook hier. Want die gaan het eten voorbereiden voor morgen. Dus ze heeft een grote pan heeft ze meegenomen. En de koffie is al gezet. En het is wel weer fantastisch. Dus in ieder geval, Daan moet nog altijd omkleden. Wat ben je aan het doen, jong? Gamen. Aan gamen. Dat mag ook wel, hè. Dus ja goed, in ieder geval, dat is dat. Wij gaan straks met z'n tweeën nogmaals even weg. Waar naartoe, dat zeggen we straks. En ik ga dadelijk nog even lunch maken. Alleen ik kan dadelijk niet in de keuken, want ze wil niet in beeld. Helaas. Maar dat is ook niet erg, dat is ook te begrijpen. Dus ze wil het niet. Goed, dat heb je ook wel eens, hè. Dus als mensen niet in beeld willen. Met alle begrip ervoor en alle respect. Dus in ieder geval, dat is dat. We gaan nog even verder. En dan gaan we er een mooie dag van maken. Yes, toedeloe. Ik sta nu in de keuken. Ik heb met Daan even een FIFA spelletje gedaan. En Daan is aan het winnen, dat is wel leuk. Kijk, ze zijn de kip al aan het koken. Want morgen gaan we kippastei eten, dan weten jullie dat in ieder geval. Ik ga even lunch maken. En dan kan ik even eten. Want dadelijk over een uurtje en een kwartiertje. Ja, zeg maar over anderhalf uur dan moeten we ik en Daan weg. Dus in ieder geval, ik ga even eten en in de tussentijd doet Linda de vaat even uitlaaien wat ze heeft gedraaid. En dan zijn we ook weer helemaal klaar. Dus in ieder geval, ik ga even smeren. Ik heb de lunch heb ik gemaakt, dus ik ga even lekker smikkelen en smullen. Terwijl de kip nog aan het koken is. Huh? Heerlijk. De lunch heb ik op, dus...
is wel piekenbellen. Ze zitten nog even, we hebben een FIFA-spelletje zijn we bezig. Dus ze zijn nog even in de keuken. Dus, ja goed, en dan moet ik talig omkleden. En dan gaan we er vandoor. Ik en dan zit in de auto en zoals jullie zien gaan we naar het voetballen. Maar op het veld liggen we stil. Het is nu in de zaal. Dus in ieder geval, ik ga het adres even intikken en dan gaan we die kant op. Want het is een kleine 20 minuten nog rijden. En dan zijn we op tijd. Dus, toedeloe. Wij zijn op de plaats van bestemming zijn we aangekomen. En het is hier bij de Via. Het is helemaal nieuw. Hier een sportzaal. En dat is daar. Helemaal nieuw, want ik heb even een rondje moeten rijden. En dan, ik heb de trainer al gebeld. Dus ik heb gezegd, we komen eraan. Zo ziet het eruit. Nou, Daan heeft zich daar gemeld in het kleedlokaal, dus yes, dan ga ik naar de tribune. De wedstrijd is begonnen. En ligt ze zit beneden. Ze hebben twee wisselspelers. Dan gaat erin. Daar gaat hij. Goed zo. Ja, schiet. Oh, jammer. Thank you.
1-1. Netjes. Mooi keeper. Netjes. Wissel bij Groenestein. Jammer dan. Goed gedaan. Jammer. Kom aan. Oh, ja. Oh, jammer. Een paar minuutjes en het is afgelopen. Oh, mooi.
keeper. De wedstrijd is afgelopen, ze hebben verloren met 1-2. Je ziet ons dadelijk in de auto. Yes! Wij zitten in de auto. Het was een hele leuke wedstrijd. Hè? Ondanks dat ze verloren hebben, maar goed, maar niks. Ik had heel hard getackled bij iemand. Hadden we gezien. Dus in ieder geval, we gaan op naar... Huis! 1 hour later. Wij zijn weer thuis aangekomen en we hebben, ik en Daan hebben in de auto hebben gezongen van kerstliedjes en zo, dus is wel leuk. Daar is Linda, Linda is thuis gebleven, de zus is nog weer naar huis toe, hè? Ja. En kijk, Linda is nog naar Taco, niet gesponsord, zelf betaald. Wacht, volgens mij is dit een heeft hij die gekregen? Hier ben ik al zo lang niet geweest, oké, kan ik scoren. En Pikachu. Wat heeft hij aan? En wat heeft hij aan? Een hoodie. Hoodie, ik heb een hoodie. Hoodie. Ja goed, ze hebben helaas verloren met de wedstrijd, maar het was wel een leuke en een spannende wedstrijd. Hè Daan? Was wel leuk. Dus in ieder geval, we gaan zo eventjes nog even zitten en dan gaan we de jas aan doen. Waar gaan we naartoe? 2000 years later. Wij hebben de jas aan en we gaan op naar de auto. Wij zitten in de auto en we gaan even ergens naartoe. Waar gaan we naartoe dan? We gaan het zien. Toedeloe, ik neem jullie gezellig mee. Wij zijn op de bestemming aangekomen. En kijk, we gaan even naar, niet naar Carnavalsweert, maar even naar Bristol. Daan had schoenen nodig. Ja. Ja, dus dan gaan we even binnenkijken. Dat hoef je nog niet heen. Nee, nog niet, maar kom wel. Nou, we zijn hier, kijk. Daan gaat even kijken hier. En dan gaan we even... Oh, die zijn stoer. Ja. Ja. Of die met die rode. Ik pas deze. Is ook Zuid, zie je jullie dadelijk. Het verhoogde ik zit hier lekker op het... Dit is ook een hele die zijn mooie. Ook heel mooi, een stoeltje, ja. Kijk. Mama, mag ik dan op deze? Deze zijn heel fijn. En Lennon staat hier. Kijk dan voor een paar wetten. Hij heeft die schoenen. Wij hebben wat we hebben moeten. We gaan op naar de kassa. Wij gaan Bristol verlaten. We gaan op naar de auto. Wij zitten in de auto en Daan is geslaagd met zijn schoenen. En we gaan op naar... Yes. Toedeloe. Wij zijn weer thuis aangekomen en kijk. Dit heeft hij ook nog. Sokken. Oh, dit zijn zijn oude schoenen, maar die zijn nog goed. En nog een paar sokken. En kijk eens, deze mooie nieuwe schoenen. Dus is Daan weer voorzien. En hij heeft al nieuwe schoenen aan. Kijk, dat zijn die mooie nieuwe schoenen. En wat ben je aan het doen? Nou, ik ga eten maken. Wat het is, dat zien jullie zo. Ik heb jullie neergezet, maar ik zal even licht maken. Wij gaan heerlijke frietjes eten. Dank u! Daar komt ie. Vamos, sama playa. Vamos. Sama playa. Si, si, si. Nou, in ieder geval. Dit is voor Daan. Wat? Deze frietjes. Hier. Kijk. Dat zijn de frietjes. Dat is een mooie hoodie had je aan. En dan doen we daarbij wat frikandellen.
Die hadden we ook nog meegenomen. Dat zijn oven, maar die kan je ook in de airfryer doen. Dus ja, normaal waren die bij de Aldi geweest. Er lagen toen, gisteren lagen er alleen nog maar frikandellen. En zodoende hebben we deze bij Albert Heijn gekocht. Dus niet gesponsord, zelf betaald. En dan als die frieten klaar zijn, dan kan ik onze frietjes erin doen. Dus, we gaan even tafel dekken. Ik heb net voor de kat even uitgelegd. En dan gaan we dat eerst even doen. Dus, ik kom zo meteen bij jullie terug. Yay! Ik ga eens even kijken of de frietjes al klaar zijn. Ik merk toch dat er te veel licht is. Ja, de frietjes vandaan zijn klaar. Nou, en dan doe ik onze frietjes erin. En ik merk als ik het licht aan heb, dan heb ik te veel tegenlicht. Ja. Ik denk dat het zijn dit soort frietjes. Zo. Even hoger zetten. Zo, en dan kan die ook aan. Dat is Linda. Hopla. Zo. En dan kan Daan eten. Daan, kom je eten? Bon appetit. Nou, daar gaat heerlijk aan tafel lekker eten. Wij wachten. En dan, ja. Kunnen we even nog even zitten. Toedeloe. Terwijl de tafel hier gedekt is, ga ik eens even kijken of de... Ja, frietjes zijn klaar. Kijk. Hopla. En dan gaan we de frikandellen erin doen. Allemaal. Want normaal is het op de dag van gisteren tot we daar frieten eten. Maar ja, tot we gisteren bij McDonald's zijn geweest, doen we dat nou gewoon. Nou, in ieder geval, de frietjes zijn klaar. Linda, kom je eten? We gaan heerlijk lekker smikkelen en smullen. We gaan eens even kijken of de frikandellen klaar zijn. Ja, ik ga nog even licht maken. Cheese! Oh, de frikandellen zijn klaar. Nou, en dan pakken we die nog. Dat zijn de hapjes. Hè? Hapjes van Albert Heijn. Yes. Nou, en dan kunnen we verder in eten. Daan, frikandellen. Terwijl we daar heerlijk nog hebben gegeten, ga ik eens even kijken. Oh ja. De hapjes zijn klaar. Ik moet even de pan even pakken. Ah ja, de kom. Kom, kom, kommetje, kom, kom, kommetje. Kom, jij is lekker. Ja, ja, ja. Hopla. Nou. Dat gaat straks waden. Laat het zomaar lekker staan. Nou, Linda. Eten. Nou, we gaan nog even. Laat ze eten. Wij hebben heerlijk lekker gegeten. Ze zitten nog daar lekker even uit te buiken. Dan gaan we eens YouTube aan kijken. En ik ga de boel hier opruimen en de aanrecht schoonmaken. Want vanmiddag is het niet schoongemaakt. Maar dat ga ik dan even doen. Dus, even aan de slag. Ik ben weer even wat verder. En kijk eens, de hele boel is hier opgeruimd. Linda zit even op haar telefoon. En Daan zit lekker te chillen. En kijk eens. Tadaa. En het nieuwe koffiezetapparaat hebben we vandaag gebruikt. Het was geweldig. Ik heb een heerlijk kopje koffie vanmorgen gedronken. En dat was dan fantastisch. Ja, dit is vanmorgen aan de kippenpastei. Ja, helaas, helaas, die past er niet hierin. Maar die staat in de stal. Wel in een actiontas staat wel, dan is het dichtgewikkeld. Dus ja, goed. Ik weet niet of het hoort, maar ja, maakt niks uit. Dus in ieder geval, ik ga de vlog bij deze ga ik dan afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. Dan gaan we nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen we jullie toe. En in ieder geval, toi toi toi. En tot morgen in een gloednieuwe vlog. En als je doet abonneren, voordat ik helemaal ga afsluiten, dan mis je nooit een video als die online zet. En als je doet liken en
op een belletje drukken, blijf je altijd van op de hoogte. Excuses. En als je lid wilt worden van een klein bedrag van 99 cent, als je het kan missen per maand, dan ben je als eerste op de hoogte als ik de vlog online zet. Dat is het voordeel met leden. Dus in ieder geval, toi 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 en tot morgen in een gloednieuwe vlog. En mocht je mensen nog niet, ons YouTube kanaal nog niet kennen, geef dat alsjeblieft door en dan gaan we er iets heel moois van maken. Want het is bijna kerstmis en er komen ook hele leuke vlogs eraan. Doei, tot morgen!